بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Vandaag gaan we het hebben over het onderwerp waar misschien de vraag al hing vanaf les 1. En dat is in principe een beetje de elephant in the room, zoals ze zeggen. Het gaat vandaag bij Allah Ta'ala over Hamas. Hamas, en ik heb het genoemd Hamas deel 1. Ik ga niet volgende week een deel 2 doen, maar we zijn nog lang niet klaar met het praten over dit gedeelte. En dit is heel belangrijk. We gaan het vandaag heel chronologisch aanpakken en een klein beetje ideologisch. En inshallah zal ik er een keer tijd voor maken om de gezichten en de mensen achter Hamas ook heel goed te gaan bespreken. Want ik denk dat het wel heel waard is, heel erg veel waard is om het belichten en om dat te gaan begrijpen. Maar nogmaals, dit is het onderwerp waar misschien al vanaf het begin, dit was de hete ijzer, het onderwerp waar vrijwel iedereen al gelijk een beetje vragen over had, misschien moeite mee had, want aan de ene kant kunnen heel wat mensen zich totaal niet vinden in bepaalde daden die zijn gedaan door deze groep en tegelijkertijd zien mensen geen andere alternatief en krijg je een soort cognitieve dissonantie waarin je dingen zegt en overtuigd bent van een ander of andersom. Overtuigd bent van iets en andere dingen roept. Maar het is heel erg belangrijk dat wij niet vallen in de trucjes die er voor ons worden gezet, maar dingen proberen objectief te begrijpen. Dingen die fout zijn, zijn fout. En dingen die goed zijn, waar wij achter staan, daar gaan we gewoon achter staan. En dat willen we ook gewoon goed gaan keuren. Maar daar moet je natuurlijk wel de kennis voor hebben, de nodige kennis van hebben, om je argumenten goed te kunnen funderen. Nou, als ik zeg Hamas, dan denken we meestal aan een afbeelding zoals dit. Gewapende mannen die bedekt zijn, hun gezichten kan je niet zien. En dan hebben ze een groene band op hun voorhoofd. By the way, er staat gewoon op hun voorhoofd La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Kata'ib al-Qassam. De al-Qassam brigades. Ze bedekken hun gezichten, kan ik ook gelijk vertellen. Ze bedekken hun gezichten zodat ze anoniem zijn voor de Israëlische geheime dienst. Want de Israëlische geheime dienst gaat niet alleen achter de personen aan, maar ook hun families. De Israëlische geheime dienst heeft een kleine beeld bij wie deze mensen zijn, maar kan niet zeker weten wie het precies zijn. Daarom bedekken ze hun gezichten zodat niet bekend is wie hun familieleden zijn, waar hun huizen in Gaza zijn en wie deze mensen precies zijn, zodat ze hun niet kunnen raken in hun familie, vrienden, vrouwen, kinderen enzovoort, om dat tegen hun te gaan gebruiken. Al deze soldaten die dus naar buiten komen in de parades, hebben dus altijd hun gezichten bedekt. Maar dat is even gewoon een side note. Dit is meestal waar je aan denkt als je zegt Hamas. Maar het verhaal van Hamas gaat eigenlijk veel langer terug dan dat vele mensen denken. Want Hamas is niet iets wat is zomaar is ontstaan met een brief die de deur uitging, een persbericht die de deur uitging, toen de intifada was begonnen, zoals we dat twee lessen geleden hadden gezegd. Nee, het verhaal van Hamas is een stukje complexer dan dat. Oké, het verhaal van Hamas in principe zat eigenlijk een beetje verstopt in de lessen die ik hiervoor ook heb gegeven. Als je teruggaat naar les 11, 12, 13, 14, dit zijn lessen waarin we, kijk, nogmaals, het is niet dat ze direct bij naam werden genoemd of wat dan ook. Maar heel wat dingen die werden genoemd in deze lessen zijn heel erg belangrijk om te kunnen begrijpen in wat voor context Hamas is ontstaan. En van wat voor continuïteit of verlengstuk Hamas eigenlijk wel niet is. Welke ideologie ze aanhangen enzovoort. In het premoderne tijdperk hebben we gesproken over de tijdperk waarin Napoleon Egypte binnen was gevallen. En Napoleon viel Egypte binnen met een bepaalde ideologie. En die kwam met de verlichting en de waarde van de Franse revolutie naar Egypte toe. En de islamitische wereld die raakte gechoqueerd met wat er daar op dat moment gaande was. De islamitische wereld leefde in een bepaalde situatie en de Europeanen waren iets aan het ontwikkelen wat nog heel erg onbekend was. En de snelheid waarmee Napoleon de Egyptenaren had verslagen was een shock voor heel de islamitische wereld. Dat ze ineens wakker werden, dat die eeuwen van islamitische, Ottomaanse dominantie boven de Europeanen ineens eigenlijk ten einde was gekomen, maar dat eigenlijk al een tijd lang de situatie was, maar de moslims net pas wakker werden. En we hebben gesproken in de 19e eeuw en in de les over de Arabische revolutie over het verzet van de Palestijnen en de opkomst van het Zionistisch project
En met name ook de opkomst van de grote verzetsleider Izzeddin al-Qassam, wiens naam tot de dag van vandaag nog steeds een nachtmerrie veroorzaakt voor de Israëlische bezetting. Dus ik raad je ook heel erg aan, bekijk die les ook terug als je het niet hebt gezien. Of luister ze opnieuw voor, om je geheugen te verversen. Dit is de QR-code, die heb ik de eerste lessen heel vaak getoond. Voor degene die de lessen niet eerder op YouTube heeft gezien, die kan deze QR-code scannen. En dan kom je terecht op de YouTube-kanaal. Maar alles wat ik dus in die lessen heb besproken, zijn dus dingen die je een kleine beeld geven van waar Hamas eigenlijk niet per se vandaan komt, maar wel van wat voor verlengstuk in de geschiedenis Hamas eigenlijk wel niet is. Want Hamas is niet iets wat is ontstaan in een vacuüm. Hamas is niet uit het niets ontstaan, is niet een beweging die inherent Palestijns is, of een beweging die is ontstaan als reactie en wetzit. Nee. Hamas is veel meer dan dat. Hamas is een verlengstuk van een ideologie die al heel lang leeft. En de grootste fout die de Israëliërs zelf maken in hun eigen krantenartikelen die je kan lezen, en opiniestukken en hun eigen analyses en reflecties, is dat ze zelf zeggen, wij begrijpen Hamas niet goed genoeg. En dat is hetgeen wat ervoor heeft gezorgd dat de situatie die vandaag de dag speelt een soort resultaat is van vijanden die elkaar niet begrijpen. Ik zeg vijanden in meervoud, maar eigenlijk is het één kant die de andere niet begrijpt. En de andere die de andere heel goed doorheeft. Met name Israël begrijpt Hamas eigenlijk niet heel goed. En Hamas weet precies hoe Israël nadenkt. En dat gaan we inshallah ook vandaag wat duidelijker maken. We gaan terug naar, welk jaartal is heel erg belangrijk? Dat is het jaartal 1928, Ismailiyya in Egypte. En ik heb een aantal lessen geleden, in de 19e eeuw, volgens mij was het de les van de Arabische Revolutie. Had ik besproken dat in 1928 in Ismailiyya in Egypte er een man was die een hele belangrijke keuze had gemaakt. Eén keuze die zeker de komende 100 jaar zou gaan beïnvloeden in heel de islamitische wereld. Tot de dag van vandaag horen wij nog steeds van die ene naam die nu een soort spookgeestachtig iets is geworden om ons mee bang te maken. Een label op ons wordt geplakt dat naast terrorisme wordt gezet. Dat was deze man, Hassan al-Banna, in Egypte, richt de moslimbroederschap op. De moslimbroederschap is een beweging dat was opgericht als reactie voor het vallen van het Ottomaanse Rijk. We hadden geen khalifa meer en de moslims die moesten een islamitisch leiderschap voor hunzelf creëren. En er stonden heel erg veel initiatieven in de islamitische wereld om te kijken hoe wij dit weer opnieuw konden gaan oppakken. En de moslimbroederschap die had een bepaalde ideologie. Haar ideologie is iets wat haar uniek maakte ten opzichte van heel veel andere bewegingen die er ontstonden in de islamitische wereld. Met name dat de moslimbroederschap kijkt naar de individu en wilt bouwen aan de islamitische wereld van beneden naar boven. Grassroots, zoals we zeggen. Het bouwt aan de individu en vanuit de individu aan het gezin. Vanuit het gezin bouwen we zo aan de samenleving. En als de samenleving op een bepaalde niveau is van kennis en bewustzijn en het leven volgens de regels van islam, dan zal de politieke bewind bij wijze van zal gaan draaien en veranderen naar de manier waarop het volk er ook uitziet. Dus de moslimbroederschap was een sociale beweging, dat is heel erg belangrijk om te benoemen, was een sociale beweging, een dawa-beweging, eentje die heel erg bezig was met het herleven van het geloof in de harten van de mensen, eentje die bezig was met het verwijderen van corruptie uit het straatbeeld, eentje die haar mannen stuurde naar de cafés en de plaatsen waarin mensen eigenlijk hun tijd aan het verspillen waren, om hen weer terug te roepen naar Allah subhanahu wa ta'ala. En het doel was uiteraard een politiek doel. Een politiek doel, en daarmee willen we zeggen dat het doel, het was een reactie nogmaals op het vallen van het Ottomaanse Rijk. En het Ottomaanse Rijk was een khilafa, een islamitische politieke systeem, stelsel, waarin de moslims werden vertegenwoordigd wereldwijd door één leider. Deze was gevallen. En wat daar in de plaats kwam, was het nationalisme. En daarom raad ik weer aan, nationalisme heb ik ook heel erg behandeld in de afgelopen lessen. Dus bekijk die lessen zeker terug, om dat weer even goed te kunnen refreshen. De moslimbroederschap verspreidde zich over de islamitische wereld in een heel rap en snel tempo. Want het is een boodschap die heel erg aantrekkelijk was voor die wereld in die tijd. Want op dat moment was de shock heel erg groot. Dat we hadden geen islamitische vertegenwoordiging meer. Geen islamitische leiderschap meer. En veel mensen die snakten daar weer naartoe. En de boodschap die de moslimbroederschap en bewegingen die daarop leken aan de mensen gaven, was een boodschap van hoop. Een boodschap van een houvast.
Een boodschap die de mensen reden geeft om verder te gaan. Een boodschap die voor de moslim weer een bepaalde betekenis brengt in zijn eigen leven. Want als jouw leven in het teken staat van het doen herleven van deze gigantische umma, die zo erg veel heeft bereikt in haar geschiedenis, maar dat nu is kwijtgeraakt, dat iemand zich verbonden voelt aan zo'n beweging, was voor de vele simpele zielen iets waar heel veel mensen inspiratie uit konden halen. Dus Hassan al-Banna, deze icoon eigenlijk uit die tijd, richtte dus nogmaals in 1928 de moslimbroederschap op. Waarom is dit belangrijk? Want sinds 1935 was de moslimbroederschap ook actief in Palestina. Er werden een aantal mannen gestuurd, onder andere Abdurrahman al-Banna, zijn eigen broertje, werd gestuurd naar Palestina om daar te gaan recruiten. Ze gingen mensen spreken over hun boodschap, over hun da'wa en over hun missie en wat ze aan het doen zijn. En deze mensen die begonnen volgelingen te krijgen in Palestina. En de manier van werken van de moslimbroederschap was om comité's te maken, lokale comité's te maken, die allemaal hun eigen leider hadden, die allemaal onafhankelijk van elkaar werkten, maar wel dezelfde ideologie hadden. En dat er één keer in de zoveel tijd werd teruggekoppeld en gecommuniceerd naar de centrale leiderschap in Egypte. Dus in Palestina waren er ook bewegingen gaande die met hetzelfde doel bezig waren. Bezig met de individu, bezig met de gezinnen, bezig met het opvoeden van de kinderen, bezig met educatie, bezig met spirituele ontwikkelingen. Met een politiek doel erachter dat deze mensen zich allemaal kunnen verenigen, als één muur en één vuist kunnen maken om de rechten van de moslims te kunnen verdedigen en de moslims een soort vertegenwoordiging kunnen gaan geven. En elke comité en elke lokale afdeling van de moslimbroederschap die moest kijken naar wat de problemen waren in die regio. En met name dus had je een moslimbroederschap die actief was in Palestina. Tegen 1940 aan ongeveer was er een vertegenwoordiging van de moslimbroederschap in heel Palestina. Dus deze afdelingen van de moslimbroederschap waren niet bezig met dezelfde vraagstukken als die van Egypte. En niet dezelfde als die van Irak. En niet dezelfde als die van Noord-Afrika enzovoort. Deze was natuurlijk bezig met het feit dat de Britten in Palestina waren. En inmiddels was het ook wel duidelijk dat na de Balfour Declaration, nogmaals, dat is ook iets wat er is behandeld in de afgelopen lessen. Na de Balfour Declaration was het duidelijk, de declaratie van Balfour, dat de Britten, dit land dat zij hadden gekoloniseerd van de Palestijnen, dat ze dit zouden gaan geven aan de Zionisten. En de moslimbroederschap was dus onder andere ook bezig met smeden van plannen tegen de komst van het Zionisme en het verzetten tegen de Britten en het plan dat de Britten aan het smeden waren hiervoor. Nou, dit is een foto uit 1948 in Gaza. En hier zie je Hassan al-Banna, de oprichter van de moslimbroederschap, die gewoon aanwezig was in Gaza en daar bezig was met het kijken, althans hij was gaan reizen naar Gaza toe, om te kijken wat de situatie was met de moslimbroederschap. De moslimbroederschap deed veel meer dingen in deze tijd. We hadden een conferentie in Palestina georganiseerd in 1946, waarin er ook vertegenwoordigers kwamen uit Libanon en uit Jordanië. En er kwamen meerdere statements naar buiten. Een paar belangrijke van deze statements was dat ze gingen onderstrepen dat de onafhankelijkheid van Palestina iets was wat ononderhandelbaar was. Want er waren natuurlijk enkele geluiden in Palestina die het ook wel oké zouden vinden dat er iets van een zionistische vertegenwoordiging zou ontstaan enzovoort. Maar de moslimbroederschap was een van de vele bewegingen in Palestina die dit nog onderstreepte. Palestina is onafhankelijk islamitisch-Arabisch grondgebied. Ze hadden ook nog een andere statement en dat is dat ze onderstreepte dat ze samen met alle andere fracties in de regio de plannen van de Britten zouden gaan tegenwerken. En dat was allemaal in de conferentie die was georganiseerd in 1946. En ze onderstreepten ook dat ze tegen de normalisatie waren van Zionisme. Dat was een duidelijke conclusie die was getrokken na de conferentie van 1946 van de moslimbroederschap. De moslimbroederschap had zelfs een mannenscouting, een jongensscouting. En dit was een foto uit 1947 in Gaza ook. Dus je ziet, de moslimbroederschap was al eigenlijk heel erg actief sinds 1935 in heel Palestina en met name ook Gaza. Ze hebben een verleden daar. In 1948 was natuurlijk de Nakba ontstaan in Palestina. Die foto die ik net liet zien trouwens, dat was net voor de Nakba. Was de Nakba ontstaan in 1948. Hier hebben we ook een volledige les aan toegewijd. Dus bekijk dat ook voornamelijk terug, zou je de details zijn vergeten. Heel het land, heel Palestina, waren er comité's verspreid van de moslimbroederschap. En deze comité's die veranderden van burgerlijke comité's,
van sociale bewegingen naar militaire bewegingen. Ze pakten wapens op en ze waren onderdeel, een heel belangrijk onderdeel van de strijd van de Palestijnen tegen de Zionistische milities die in 1948 begonnen met hun etnische zuivering van Palestina. De moslimbroederschap had een afdeling in Gaza en dit was hun afdeling en dit was hun leider op dat moment. Ik heb zijn naam niet opgeschreven helaas. Dit was de leider van de afdeling van de gewapende moslimbroederschap in Gaza. Maar het probleem van heel de moslimbroederschap en alle andere Palestijnen die aan het vechten waren in 1948 was dat ze zwaar onderbewapend waren. Zij kwamen op paarden en de Israëliërs kwamen met wapens van de Tweede Wereldoorlog, met tanks en vliegtuigen en helikopters en veel geavanceerdere wapens dan de Palestijnen zelf. Dat is iets wat eigenlijk nog steeds een beetje het geval is. En deze foto is dus eigenlijk gewoon een bewijs van dat vanaf dag 1 de moslimbroederschap ook gewoon sterk actief en aanwezig was in Palestina. Maar de moslimbroederschap, zoals we al hadden gezegd, was een internationale organisatie. Dus ze deden hun oproep naar hun afdelingen in de regio. Naar Egypte, Jordanië, Libanon en Irak en Syrië. En die mensen kwamen ook echt, vrijwilligers uit die landen kwamen vrijwillig naar Palestina toe. Maar allemaal kwamen ze met zeer lichte wapens. Het waren geen getrainde legers, het waren allemaal vrijwilligers. En ze waren te herkennen, met name de Egyptenaren, waren te herkennen aan één manier van kleden. En dat was dat deze soldaten volledig in het wit gekleed waren. De Israëliërs zelf zeggen dat er geen enkele soldaten waren waar zij bang voor waren van de Arabieren, behalve de wit geklede soldaten. Waarom waren ze in het wit gekleed? Ze kwamen in het wit gekleed omdat ze zeiden, onze kefen, onze... De kefen? Sorry? Nog een keer? Lijk, dat is hem, juist. Waarin je de lijk gaat inwikkelen. Ze zeggen, dat is wit. En wij willen hierin begraven worden. Dus ze zeiden, we kwamen niet om terug te gaan. We kwamen voor de shahada. Wij kwamen hier om te sterven op dit heilige grondgebied. En de Egyptenaren, het Egyptisch leger, was hun met name zo erg dankbaar dat zelfs de oppergeneraal heeft gevraagd aan de president na de oorlog om de overgebleven soldaten nog een extra pensioen te geven en ze een aantal medailles en dat soort dingen te geven ter erkenning voor wat zij allemaal hebben gedaan. En de moslimbroederschap vocht in de oorlog van 1948. Lang verhaal kort. Het is dat alle Arabieren waren zwaar onderbewapend. Hadden de Israëliërs heel erg onderschat. En hadden keihard verloren in 1948. Maar dat is niet ons punt vandaag. Waar het vandaag ons om gaat is hoe de moslimbroederschap, deze organisatie, al vanaf de jaren 30 en ook met name in 1948, heel erg actief was in heel Palestina. Tot en met 1954 waren ze heel actief in Gaza, met name in Gaza. Maar zoals wij ook eerder hadden vermeld, Gaza was na 1948 onder het bewind van Egypte. En wie was degene die regeerde in Egypte? Dat was Gamal Abdel Nasser. Gamal Abdel Nasser, de president van Egypte op dat moment, we hebben verteld, hij was een Arabist. Iemand die geloofde in de Arabische superioriteit, vocht in naam van het Arabisme. Ik zeg Arabist, maar ik bedoel Arabisme. Of een ja, Arabist vandaag heeft een andere betekenis eigenlijk. Maar hij was dus iemand die de ideologie aanhing van Arabisch nationalisme. Dat is het juist. Arabisch nationalisme, Al-Qawmiyya Al-Arabiyya. En hij was extreem tegen de moslimbroederschap. Want deze moslimbroederschap bracht eigenlijk een alternatief, een concurrerende ideologie voor zijn Arabisch nationalisme. En de repressie van de moslimbroederschap begon in 1954 in Egypte. En Gaza was onderdeel van Egypte op dat moment. Dus de moslimbroederschap werd zwaar onderdrukt in Gaza en moest verdwijnen in de geheime activiteiten, zeg maar, de ondergrondse activiteiten, om het maar zo te noemen. En ze verdwenen van het straatbeeld. In de tussentijd, in de periode die wij net hebben genoemd, in het midden van de jaren 30, was er iemand geboren in Asqalan, die opgroeide in deze tijd, de Nakba had meegemaakt en meegekregen, had gezien wat er allemaal gebeurde in deze situatie, de zulm zelf had meegekregen en meegemaakt, zelf was ontheemd uit zijn ouderlijk huis in Asqalan en moest gaan wonen in Gaza. En deze persoon, ik weet niet of het, ja, deze foto is niet extreem duidelijk, dat is deze persoon en zijn naam is Ahmed Yassin, rahmatullahi alayh. Ahmed Yassin, rahimahullah,
was een van de mensen die opgroeide in deze periode. Hij was geboren in het einde van de jaren 30. En deze man die groeide op in deze erbarmelijke situatie. Toen hij ongeveer 14, 15 jaar oud was, en de bronnen zijn het er niet helemaal over eens, want hij heeft het zelf niet helemaal duidelijk gemaakt, speelde hij op het strand, hoogstwaarschijnlijk wat er gebeurde. Hij speelde op het strand met zijn vrienden en bij een ongeluk die hij daar maakte, hij viel keihard op de grond, waarin hij zijn rug had gebroken. En toen hij zijn rug brak, toen werd hij volledig tot op zijn nek na, dus hij kon alleen net zijn hoofd bewegen, was hij volledig verlamd. Zijn armen en benen kon hij niet meer bewegen. Het enige wat hij nog kon bewegen was gedeeltelijk zijn hoofd. Ahmed Yassin groeide op in deze erbarmelijke situaties. Hij maakte de repressie mee van de moslimbroederschap. Maakte de nekwa mee natuurlijk. Was ontheemd uit Asqalan naar Gaza toe. En hij vertrok van Gaza naar Egypte om daar zijn opleiding te krijgen in Al-Azhar. En hij groeide op in deze geheime ondergrondse beweging van de moslimbroederschap die niet op het straatbeeld te zien mocht zijn. En hij kreeg van hen de ideologie. En hij zag hoe de moslimbroederschap te werk ging. Vanaf 1954 tot en met 1967 viel Gaza onder Egyptisch bewind. Na de oorlog van 1967, daar refereer ik ook weer terug naar de les over die oorlog, viel Gaza onder de bezetting van Israël. 1967 was Gaza officieel het was bezet gebied geworden van Israël, waar Israël nu militaire aanwezigheid heeft en Israël was daar de baas. En dat was ook het moment, eigenlijk rond die tijd, tussen 1954 en 1967, dat hetgeen wat opkomend was in de regio natuurlijk het Arabisch nationalisme was. En het verzet tegen Israël werd met name geleid door Fatah en de paraplu-organisatie, de PLO. En de overgrote, dominerende ideologie was het Arabisch nationalisme. En daarbij kwam natuurlijk ook het linkse, marxisme, communisme, socialisme allemaal bijkijken. Waarvan ook een goed gedeelte van het verzet totaal niet islamitisch was en niet eens door moslims werd geleid. Enkele mensen zoals bijvoorbeeld George Habash was eigenlijk geen eens een moslim, hij was een christen. En hij vocht tot op zijn laatste adem keihard tegen Israël. En je ziet dat de bewegingen die er waren eigenlijk niet islamitisch waren of islamitisch geïnspireerd. Van de mensen die dat wel waren, die sloten zich 9 van de 10 keer aan bij Fatah. Fatah, deze Arabisch nationalistische beweging, was islamitisch genoeg voor heel veel van leden van de moslimbroederschap om zich bij Fatah aan te sluiten. En Sheikh Ahmed Yassin, die was iemand die dus opgroeide in deze tijd, zijn opleiding genoot in Egypte. En toen hij terugkeerde naar Gaza, was hetgeen waar hij zich op ging focussen heel wat anders. Hij ging zich focussen op de sociale kant van Gaza. Hij opende en richtte heel wat verschillende dingen op. Dit is natuurlijk de foto die wat bekender is van Sheikh Ahmed Yassin. Hij richtte in 1974 het islamitische compound op. En ik heb het vertaald naar compound, maar het wordt in het Arabisch Al-Mujamma al-Islami genoemd. Al-Mujamma al-Islami in Gaza had hij opgericht in 1974. En hij richtte in Gaza de islamitische vereniging, de Mu'assas al-Islamiyya, op in 1976. En deze verenigingen en organisaties die hij allemaal oprichtte, waren allemaal gericht op goede doelen, gericht op het zorgen voor de weeskinderen, het zorgen voor de armen, het zorgen voor spirituele leidingen, het zorgen voor... En hij gaf verschillende lezingen en khutab in de moskeeën enzovoort. Maar hij was niet echt bezig. Zijn project op dat moment was totaal niet het verzet tegen Israël. Nee, hij was bezig met de individuen. Hij was bezig met de gezinnen. Hij was bezig met de spirituele ontwaking, of laat ik zeggen, de spirituele herleving van Gaza en de Palestijnen. De hoop in Allah subhanahu wa ta'ala, de iman die hij daar probeerde te verspreiden door zijn acties van goede doelen, door het helpen van de gezinnen, door het begeleiden van de kinderen, door het begeleiden van de ouderen, door een organisatie te zijn waarop iedereen op alle verschillende vlakken in Gaza, met name in Gaza, maar ook in het Daffa, in de westelijke Jordaanoever, op kon bouwen. En het werd een organisatie dat extreem bekend en vertrouwd was in de populatie van Gaza en de westelijke Jordaanoever. Verder, hij richtte in 1978 de Islamitische Universiteit op van Gaza. En de Islamitische Universiteit, daar had ik ook 2 lessen geleden even een foto van laten zien, dat is een van de
belangrijkste dingen die Sheikh Ahmed Yassin en zijn kameraden hadden neergelegd. Want de Islamitische Universiteit is een organisatie waaruit zoveel mannen en vrouwen zijn gekomen die van een zeer goede opleiding hebben genoten, die er onder andere voor heeft gezorgd dat in onze tijd nu de onder andere, zeg ik, hè, dit is niet de enige reden, maar dat het analfabetisme in Gaza 0% is. Een van de meest geletterde volkeren op aarde is het volk van Gaza, subhanallah. En deze universiteit is nogmaals een islamitische universiteit. Het focuste ontzettend veel op de islamitische identiteit in alle vakken die je daar kon krijgen. Alle faculteiten. Of je nou economie ging studeren, of je nou ingenieurwetenschappen ging studeren, of dokters. Kijk om je heen, subhanallah, als je kijkt naar al die filmpjes, hoeveel dokters heeft Gaza? Subhanallah. Yani, de gezichten en namen die voorbij komen van dokters in Gaza, het zijn ontzettend veel. De mensen zijn extreem hoog opgeleid in Gaza, onder andere door de Islamitische Universiteit. En wat er werd gedaan, was dat onder andere enkele mensen vanuit Gaza naar andere plaatsen op de wereld gingen reizen. Naar Kuwait, naar Egypte, naar het westen, naar het oosten, naar Korea, naar Zuid-Afrika, naar Amerika enzovoort. Gingen reizen naar verschillende plaatsen op de wereld om daar kennis op te doen. En ze komen terug naar Gaza om de rest van hun bevolking op te voeden en op te leiden om mensen te zijn van kennis. En er was geen excuus voor de personen in Gaza om ongeletterd te zijn. Dat is iets waar de beweging van Ahmed Yassin heel erg op gefocust was. Nou, dus een aantal jaren later, tussen 1982 en 1987, werd er door deze beweging van Ahmed Yassin een stresstest gedaan. Kijken wat wij zouden kunnen gaan doen aan verzet tegen Israël. En kijken in hoeverre het volk hiertoe bereid is. Je moet je nu voorstellen, Sheikh Ahmed Yassin is samen met zijn kameraden nu al meer dan 10 jaar bezig in Gaza met goede doelen, met de moskeeën, met het opleiden van mensen, met het opleiden van imams, met het opleiden van hoog academisch opgeleide mensen, met alle zaken van goede doelen. Ze zijn extreem bekend en er werd nu een stresstest gedaan. Wat was deze stresstest? De opleidingen werden niet meer alleen maar op intellectueel vlak gedaan enzovoort. Nee, er werd allereerst gekeken naar hoe we de relatie tussen de beweging die we hebben in de westelijke Jordaan-oever, in het Daffa al-Gharbiya, en in Gaza zouden kunnen gaan versterken en hoe de communicatielijnen beter zouden kunnen gaan verlopen. Enkele leden van deze groepering die Sheikh Ahmed Yassin had gemaakt, die vluchten soms vanuit Gaza naar de westelijke Jordaan-oever en weer terug om met elkaar de situaties uit te wisselen enzovoort. En ze richtten een aantal geheime organisaties op. Een geheime organisatie die heette Majd. En dit was een soort veiligheidsorgaan. Je moet denken aan een soort geheime dienst die allerlei gevoelige informatie aan het verzamelen is over de Israëlische vijand. En Al-Mujahidun Al-Falastiniun. Al-Mujahidun was gewoon een militaire tak. En deze mensen die gingen leren wapens te gebruiken, bommen te maken, hoe ze automatische wapens kunnen gebruiken, hoe ze moesten schieten, hoe ze moesten executeren, hoe ze mensen gevangen moesten nemen enzovoort. Het was gewoon een militaire tak. Het was gewoon een militie dat werd opgericht en ze heette Al-Mujahidun. En deze Mujahidun, ze werden ontdekt, Majd en Al-Mujahidun werden ontdekt. En doordat ze ontdekt waren door Israël arresteert Sheikh Ahmed Yassin in 1984. De context in de jaren 80 was nogmaals dat Fetah, de beweging was, die werd afgezwakt na wat ze hadden meegemaakt in Zwarte September. Nadat ze moesten vertrekken vanuit Jordanië naar Libanon. Nadat ze in Libanon de Libanese burgeroorlog meemaakten. En in 1982 verlieten ze ook Libanon en gingen ze naar Tunis. En toen ze in Tunis waren, werden ze heel erg ver verwijderd van de Palestijnse zaak. En het was ook nog maar even voordat 1991 kwam en de oorlog tussen Saddam en Kuwait plaatsvond en zij daardoor door hun rare beslissing die ze hadden genomen hun geld ook kwijtraakt. In die context was Hamas bezig met dit. Terwijl Fetah en de PLO steeds dichter bij Israël aan het komen waren om met hen te onderhandelen, was de beweging van Ahmed Yassin bezig met kijken in hoeverre wij verzet vanuit binnenuit kunnen gaan voeren tegen de Israëlische bezetting. En dit was natuurlijk een hele belangrijke ontwikkeling. Omdat Fetah en de PLO werden steeds minder actief binnen Palestina. En ze waren bezig vanuit Jordanië en Libanon en nu nog verder vanuit Tunis. En hun controle over de straten van Palestina was steeds minder en minder aan het worden.
En in deze context zie je hoe de beweging van Sheikh Ahmed Yassin zich aan het ontwikkelen is. En Sheikh Ahmed Yassin werd gearresteerd in 1984. Hij en heel wat kameraden van hem werden opgepakt en onder andere zijn zoon. Sheikh Ahmed Yassin nogmaals was een man die volledig verlamd was op zijn hoofd na. En hij wordt gearresteerd door de Israëliërs en hij wordt in elkaar geslagen. Hij is weliswaar verlamd, maar dat betekent niet dat hij geen gevoel heeft in zijn torso. En dat wisten ze heel goed uit te buiten. Ze sloegen hem totdat zijn borst hier helemaal blauw werd en hij enkele van zijn ribben had gebroken. Ze pakten zijn zoon voor hem, die wel volledig normaal was, zeg maar. Hij was niet verlamd. Zijn zoon die zetten ze voor hem en ze sloegen hem helemaal in elkaar om maar te proberen iets uit de Sheikh Ahmed Yassin te halen. Maar hij vertelt zelf in een serie interviews die hij heeft gedaan op Al Jazeera, die voor degene die Arabisch spreekt, raad ik het ook echt aan om het terug te kijken. Ik zet het ook in de beschrijving van deze video. Sheikh Ahmed Yassin vertelt zelf dat ze niks uit hem konden halen en hij zei, vermoord mijn zoon maar. Ik ga je niks vertellen. En zijn zoon zelf ook, die was bereid zichzelf op te offeren om maar niet iets te gaan vertellen. De Israëliërs die probeerden zoveel mogelijk in hun meest sadistische, satanische manier van marteling in de gevangenis om informatie uit ze te krijgen, maar dat lukte ze niet. En wat al-Mujahidun hadden gedaan hierna, was dat zij... Ik heb hem bij de volgende slide gedaan. Nou, in elk geval. De Mujahidun die pakte een soldaat op, of die hadden een soldaat, Israëlse soldaat gekidnapt in 1985. En ze vroegen om, of ze hadden Israël een gevangenendeal aangeboden en ze zeiden, deze soldaat voor 100 van onze gevangenen. En Israël op dat moment maakte voor het eerst zo'n lastige situatie mee dat niet met de PLO te maken had. Voor het eerst hadden ze te maken met een organisatie die vrij nieuw was, waarvan ze nog niet echt precies wisten wie het zijn en wat het zijn enzovoort. En ze zagen hier Ahmed Yassin die gevangen zit en mensen buiten zonder zijn commando's, zonder zijn regie op het veld, zagen ze dat er mensen bezig waren onafhankelijk van hem. En ze nemen een Israëlische soldaat gevangen, ze kidnappen hem en ze vragen om een gevangenendeal. Israël, onder deze druk, en de druk waaronder ze stond ook van haar eigen publiek, lieten ze 100 van deze leden vrij, waaronder de Sheikh Ahmed Yassin. Hij werd vrijgelaten in 1985 en deze Mujahidun lieten deze soldaat ook weer vrij. Dat is wat er toen gebeurde. In 1987 was de eerste intifada begonnen. De eerste intifada begon, zoals we ook in de les over de intifada hadden genoemd, het begon vanuit Jabalia, dat daar in de moskee werd geroepen tot een volksopstand en oprijzing. En dat is wat er gebeurde. De Palestijnen die vertrokken vanuit Jabalia. Jabalia is die vluchtelingenkamp in Gaza die zo erg vaak acties heeft georganiseerd tegen Israël, dat Israël iets heeft tegen Jabalia, om specifiek te zijn. En kijk maar wat ze vandaag de dag in Jabalia aan het doen zijn. Net zoals wat ze hebben gedaan met die Islamitische Universiteit, wat ze nu ook met Jabalia vandaag de dag aan het doen zijn. Alles wat er nu gebeurt in Gaza heeft allemaal iets te maken met wat er toen ook aan het gebeuren was. Nou, Hamas op dat moment maakt de wereld wakker en zegt, wij bestaan. Deze organisatie was ondergronds, was onbekend voor wat ze precies waren. Ze heette de Islamitische Beweging, Mujahidun Islamin, weet ik wat, enzovoort. En ze maken hun statement bekend en ze doen een statement de deur uit op 14 december 1987. Dit is ook dezelfde die ik ook vorige keer liet zien. En ze noemen zichzelf Harakat al-Muqawma al-Islamiyya. En dat is gewoon, betekent letterlijk de Islamitische Verzetsbeweging. Afgekort Hamas. Dat is hoe ze zichzelf hebben genoemd. En Hamas betekent enthousiasme. Dat iemand heel erg enthousiast is om iets te gaan doen. Hamas. Dus ze maken deze statement een aantal dagen nadat de intifada was begonnen. En de lijn die ik ook vorige keer heb genoemd, is een zin uit een gedicht waarin ze zeggen, wa ana al-ghariqu fama khawfi min al-balali. En ik ben de verdronkene, dus waarom ben ik bang van nattigheid? Waarom zou ik bang zijn om nat te worden? En dit is een hele belangrijke statement. Eentje die heel belangrijk is om te kunnen begrijpen om de filosofie
van Hamas en eigenlijk alle Palestijnen te kunnen begrijpen. Iets wat dat heet eigenlijk context, wat in het beeld van heel veel mensen mist. Dat sinds toen al, 1987, dat de eerste keer dat deze beweging, Hamas, de wereld bekend maakt van hun bestaan, maken ze zo'n statement al. وَأَنَا الْغَرِيقُ فَمَا خَوْفِي مِنَ الْبَلَلِ Dit is een statement die zij ook vandaag de dag kunnen maken. Ik ben de verdronkene. Waarom zou ik bang zijn van nat worden? Waarom ben ik bang om nat te worden als ik al verdronken ben? De Palestijnen leven in zo'n erbarmelijke omstandigheid dat het is niet voor ons weggelegd om voor hun te praten en spreken en om te zeggen, ja, is het niet beter om deze of deze oplossing te gaan nemen? Is het niet beter om op deze kant of deze kant op te gaan? Nee, want zij zijn degene die leven in die situatie. Wij hebben makkelijk praten, wij kunnen een kopje thee inschenken en erover discussiëren van hoe alles moet gaan verlopen. En dit is, zoals je dus ook hier ziet, vanaf dag 1 liet Hamas al eigenlijk zien, wij hebben niks te verliezen. Wij hebben niks te verliezen en wij gaan de strijd met jullie aan. En het is hier al duidelijk dat Hamas een beweging is van wij zullen niet opgeven totdat ons hoofddoel is bereikt. En een hoofddoel, het hoofddoel van Hamas is het bevrijden van Palestina van de rivier tot aan de zee. Dat is vanaf dag 1 hun statement al geweest. En dit is problematisch. Dit is een problematische statement. Niet voor mij, dit is een problematische statement voor Israël. Want hoe kan je onderhandelen met iemand die niet gelooft in het bestaan van beide staten naast elkaar? Nou, problematisch toch voor Israël? Israël zelf gelooft niet in het bestaan van een staat naast Israël. Dus wat zij eigenlijk hebben gecreëerd is hun eigen tegenhanger, hun eigen tegenligger. Iemand die precies denkt zoals hun. Dat van de rivier tot aan de zee, nee, in feite, Israël denkt niet van de rivier tot aan de zee. Israël denkt van de rivier tot aan de rivier. Zij denken van aan de Nijl tot aan de Tigris. Zij willen vanuit Egypte tot aan Irak regeren. Maar dat is een ander onderwerp. Het gaat er hier om dat Hamas is ontstaan in deze context als Hamas. Met die naam. Maar haar ideologische onttrekking komt uit iets wat hier heel lang voor is ontstaan. En dat is de moslimbroederschap. Met dezelfde ideologie, met dezelfde manier van werken. Met de overtuiging van dat wij een beweging creëren vanuit de grond naar boven. En het is niet, in tegenstelling tot heel veel andere bewegingen die zijn ontstaan in Palestina en zijn verdampt inmiddels. Het is niet een groepje mensen die een paar wapens oppakt en denkt van, weet je wat, wij gaan een beetje vechten. En als wij vechten en wij overwinnen en we doen bepaalde acties waardoor de Palestijnen naar ons op gaan kijken, dan krijgen we momentum en dan zullen mensen zich bij ons aansluiten. Nee, deze statement was gemaakt en Hamas had al meer dan 50.000 leden. Dat is wat het was. Ze waren al heel lang bezig om ondergronds hun werk te doen en het is iets wat tot de dag van vandaag nog steeds, en ik meen het echt, ik vind het zelf heel gek, want ik heb niet dezelfde paradigm en ik denk jullie allemaal ook niet. Je kan ergens wel begrijpen waar dit vandaan komt. Maar, en ik zal de link in de beschrijving zetten. Nog steeds, 2023, 2024, worden er artikelen geschreven over de geschiedenis van Hamas, waarin ze zeggen, hoe heeft een verlamde persoon, een handicap, die een goede doelenorganisatie runt, zo'n grote terroristische organisatie ontwikkeld? Dit is hoe ze ernaar kijken. Zo'n krantenartikel is naast clickbait natuurlijk ook gewoon een duidelijk statement van dat jij niet begrijpt waarover je praat. Je hebt geen idee waarover je aan het praten bent. Deze mensen zijn eervolle mensen die willen vechten voor hun eigen vrijheid. Echter, er zijn heel wat complicaties hier. En heel wat dingen die we echt moeten gaan bespreken. Want wij kunnen niet alles recht praten voor een beweging, ook al zouden wij achter het doel staan waarvoor ze vechten. We kunnen niet alles goedkeuren wat zij aan het doen zijn. Want wij moeten ook gewoon objectief en eerlijk zijn. Dat is een beetje hoe ook, dat is hoe de moslim hoort en dient te zijn. Ik ben hier niet Hamas aan het, veredelen, maar ik ben Hamas ook niet aan het afkeuren. Dat is niet wat ik aan het doen ben. Ik probeer het zo objectief mogelijk te gaan benaderen. Nou, Hamas is een sociale organisatie. Dat is wat Hamas is. Hamas is een sociale organisatie. Een organisatie, grassroots, is begonnen, bezig is met het opvoeden van haar volk, bezig is met goede doelen, bezig is met op heel veel vlakken dingen faciliteren voor haar eigen volk. Hamas heeft activiteiten in heel Palestina.
direct en indirect. Hamas is gericht op familieleven, voedselvoorzieningen, educatie, onderwijs, spiritualiteit enzovoort en nog veel meer. En dat is wat Hamas eigenlijk is. Maar ook, Hamas is ook iemand met de veiligheidsorgaan. Dat toen Mejd heette. Mejd bestaat nu niet meer. En Hamas had ook een militaire tak op dat moment, El Mujahidoen. En El Mujahidoen was gewoon een militie. Ze pakten gewoon wapens op en gingen vechten, net zoals elke andere militie in die tijd vooral ook aan het vechten was tegen regeringen, tegen overheden, tegen imperialisme, tegen kolonisatie, tegen van alles en nog wat. Gewoon, het is toen wat het ook gewoon was in Vietnam, wat het ook toen was in Zuid-Amerika en in heel veel andere verschillende gebieden. En daar ga ik zo ook even een parallel mee gaan trekken. En de Mujahideen op dat moment was onder leiding van niemand minder dan Salah Shahada. Salah Shahada was de oprichter van al-Mujahideen al-Palestiniën. Hij was de oprichter van die groep. En deze groep was zo ver gegaan dat ze in 1989 deze twee soldaten hadden gekidnapt. Dit was Avi Saportas en Ilan Saadun. Deze twee werden gekidnapt door al-Mujahideen. En al-Mujahideen dachten dat ze weer een gevangenendeal konden gaan sluiten met Israël in 1989. Dit was al 2 jaar. Nadat de intifada was begonnen, of 1,5 jaar nadat de intifada was begonnen. Toen deze twee werden gekidnapt, Israël dacht, we gaan niet meer in dezelfde val trappen, wij zullen niet gevangenen vrijlaten voor deze twee soldaten. Anders gaat dit een systeem worden, een riedeltje worden dat maar geen einde kent. Elke keer als de Palestijnen in opstand komen, zullen ze een paar van onze soldaten pakken en moeten wij hun gevangenen vrijlaten. No way dat dit gaat gebeuren. En ze namen hun bluf en dachten van, weet je, we gaan ze niet vrijlaten. Maar ze wisten niet dat de Mujahideen zo ver zouden gaan dat ze deze twee mensen zouden gaan liquideren uiteindelijk. Ze hadden ze uiteindelijk vermoord en deze twee soldaten werden vermoord. En Israël kan zich, dat had ik ook vorige les gezegd, kan zich geen verlies permitteren. Het verlies van op dat moment twee soldaten was zo'n grote blow in haar gezicht en Israël wist nauwelijks hoe ze hiermee om moesten gaan. En wat ze deden was dat ze met man en macht besloten om deze Mujahideen te vinden, waar ze dan maar ook zijn, kapot te maken en ervoor zorgen dat ze niet meer zouden bestaan. En dat is wat er inderdaad gebeurde. Wat er gebeurde was dat in 1989 Mujahideen kapot werd gemaakt. In 1990 wordt er een nieuwe organisatie opgericht en die heet Kata'ib al-Qassam. Kata'ib al-Qassam zijn de al-Qassam brigades die werden opgericht na het kapotmaken van al-Mujahideen. En Kata'ib al-Qassam zijn uiteindelijk ook is de militaire tak, de officiële militaire tak van Hamas, die vandaag de dag de strijd leidt tegen Israël. De gewapende strijd leidt tegen Israël. Tot en met 1993, vanaf 1990 tot 1993, heeft Kata'ib al-Qassam meer dan 138 operaties uitgevoerd, waarvan Israël zelf, dit zijn haar eigen cijfers, vermeldt dat er 77 Israëliërs zijn omgekomen en 220 gewond zijn geraakt. Nou, deze aanvallen vonden op verschillende manieren plaats. En Hamas had verschillende tactieken om dit uit te gaan voeren. En je zou kunnen zeggen, want misschien dat je dit ook al gelijk opvalt, 138 operaties en 77, dat is niet echt heel erg efficiënt. Maar kijk, we praten wel over mensenlevens, maar het gaat er meer om dat, wat voor organisatie, is deze organisatie wel eigenlijk goed bezig? Zorgt dit er wel voor dat de Palestijnen vooruitkomen, ja of nee? Dat is een beetje de vraag die je hier zou kunnen gaan stellen. En waarom heb ik het jaartal 1993 hier gezet? 1993, wat was het toen ook alweer? De Oslo-akkoorden, dankjewel. Want de intifada stopte in 1993 met de Oslo-akkoorden. En we hadden vorige les ook al gezegd, dit was de grootste truc die werd uitgehaald door de Israëliërs. Maar Israël, nogmaals, kan zich dit verlies niet permitteren. Want al die mensen die overleden, die zorgen ervoor dat de Israëliër zich niet veilig voelt. En een Israëliër die zich niet veilig voelt, is een Israëliër die niet lang blijft in Israël. Dat is de realiteit van Israël. Het systeem van Israël werkt alleen als de Israëliër zich veilig voelt. En daarom, er is geen duidelijk balans tussen de positie van de Palestijnen en de positie van de Israëliërs. De Palestijn heeft geen veiligheid. De Israëliër is meestal een persoon, en dit is echt iets wat heel veel mensen niet weten trouwens over de Israëlische bevolking. De Israëlische bevolking bestaat niet uit patrioten, allemaal mensen die
super dappere mensen in het IDF die allemaal vechten en heel erg sterk zijn of wat er ook. Nee. In het kibbutz-systeem van Israël, als jij kan aantonen dat jij Joods bloed hebt en geen moslim bent, dat zijn de voorwaarden. Je moet Joods bloed hebben en dan mag je elk geloof in de wereld aanhangen, behalve de islam. Ja? Dan krijg je binnen 24 uur een huis, een paspoort en een inkomen. Binnen 24 uur wordt dat voor jou geregeld. Dat is het kibbutz-systeem. Nou, voor wie is dit eigenlijk aantrekkelijk? Om een huis te krijgen ergens aan de Middellandse Zee in in het Midden-Oosten, in de Middellandse Zee, een mooi klimaat en dat soort dingen. En dan ook een uitkering te hebben, lekker rustig te kunnen leven, zonder eigenlijk te hoeven werken enzovoort. Voor wie is het vooral aantrekkelijk? Als niet, kijk, het is voor iedereen aantrekkelijk om daar te leven, maar just saying van, wie is degene die zich het meest getrokken zou voelen om zijn eigen leven te verlaten en daar naartoe te gaan om op die manier te gaan leven? Dat zijn niet de mensen die het in de rest van de wereld al heel goed hebben. Dat zijn meestal mensen die wiens leven al is verprutst in de rest van de wereld. Ergens in Oekraïne is je leven gewoon heel slecht. Ik weet niet, je bent 37, hebt nooit wat bereikt, je vrijheid je verlaten, whatever. Je zit heel erg en je denkt van, hé, ik ben misschien Joods. En dan kan je aantonen dat je Joods bent en je bent christen. Je gelooft niet eens dat dat land jou is beloofd of whatever. Maar je kan het aantonen en binnen 24 uur heb je een eengezinswoning met een hele grote tuin achter en een uitkering en een paspoort en een verblijfsvergunning in een heerlijk klimaat en je kan daar gaan leven. Dezezelfde persoon, als deze persoon zich onveilig voelt, dan blijft hij dit. Want hij is niet gekomen naar een land waar hij of zij bloed, zweet en tranen aan heeft gegeven. Hij is niet gekomen naar een land waar hij voelt dat zijn ziel daar zit begraven. Hij is niet gekomen naar een land waar hij zich aan geworteld voelt. Ten opzichte van de Palestijnen, die het niet erg vinden om zichzelf op te offeren als ze weten dat daarmee het land vooruit zou kunnen komen. Deze imbalans die er bestaat tussen de Palestijn en de Israëliër zorgt voor een hele scheve verhouding die de Israëliër nog steeds niet begrijpt. De Israëliër denkt dat de Palestijn, zoals de Israëliër denkt, dezelfde afweging heeft. En daarom denkt dat als iemand zichzelf zou opofferen, dat het vast met de islam te maken heeft. Of dat deze Arabieren ongeciviliseerde mensen zijn. Maar nee, dit is niet wat er gaande is. Hamas is een beweging dat grassroots is. Het is een vertegenwoordiging van het Palestijnse volk. En het Palestijnse volk is een volk dat bereid is zichzelf op te offeren, weten dat zijn offer of haar offer ervoor kan zorgen dat misschien er een dag zal zijn dat haar kind of zijn kind of kleinkind vrij kan zijn in dit land en kan leven met trots. Want, subhanallah, een beetje raar dat je hier een witte Nederlander voor gaat quoten. Zoals Peter R. de Vries zelf zegt, die nu is overleden. Hij zegt, on bended knee is no way to be free. Toch? Je kan niet op een gebogen knie zitten, zeg maar. Je kan niet leven op een manier dat jij ondergeschikt bent aan een ander. Je onderworpen moet zijn aan de regels van een ander, aan de bezetting en onderdrukking van een ander, en dan claimen dat je dan vrij bent. Maakt niet uit in wat voor villa je woont. Je bent onderworpen aan een andere persoon. Je bent onderworpen aan een ander volk. Jij bent minderwaardig ten opzichte van een volk dat uit heel de wereld samen is gekomen valse voorwendsel, eentje die lastig te bewijzen is vanuit hun kant. En dan dat jij daarbij neer moet gaan leggen. Maar ja, de Palestijnen, die dachten hierin, het Palestijnse volk, dat werd verbaasd door de Oslo-akkoorden, dachten hierin dat ze hadden gewonnen. Maar één van de redenen die Israël trok naar de onderhandelingstafel, en niet met Hamas, maar wel de PLO, één van de redenen die Israël trok naar de onderhandelingstafel, was inderdaad het feit dat deze operaties doorgingen. 77 mensen die zijn doodgemaakt. Dat is eigenlijk wat het is. Ze zijn doodgemaakt. Of je deze aanvallen terroristisch vindt of niet, laat ik open. Dat is eigenlijk hier totaal niet van, vind ik dan, is totaal niet van relevantie hier. Maar wat het hier is, is dat Israël een bepaald verlies leidt die het zich niet kan permitteren. Want als de Israëliër zich niet meer veilig voelt, vertrekt de Israëliër. En als de populatie maar kleiner en kleiner wordt, dan heb je eigenlijk geen bestaansrecht meer ten opzichte van de groeiende populatie bij de Palestijnen. Die maar groeit en groeit. En subhanallah, ondanks alles. De Palestijnen die leven in Gaza en in de westelijke Jordaan-oever zijn meer dan de Israëliërs die in heel Israël leven. Ondanks alles, subhanallah.
ze zijn nog steeds in de meerderheid. Eén staat zou ervoor zorgen dat de Israëliërs democratisch niet de baas zijn. Dus waar ze mee te maken hebben is hun land kunnen ze, de plaats die zij hun land willen gaan noemen, kunnen zij niet veiligstellen voor hun eigen bevolking. Dat is het probleem waar Israël mee kampt. En dat is waarom de Palestijnen en met name hier in Hamas overtuigd waren van de gewapende strijd. En alleen de gewapende strijd gaat ervoor zorgen dat Israël gaat onderhandelen. Alleen de gewapende strijd zal Israël trekken tot concessies. Alleen de gewapende strijd zal Israël doen laten herzien van wat zij aan het doen is, misschien niet de juiste manier is om verder te gaan. Echter, is dit ook de manier waarop Hamas communiceert? Nou, in 1988, 18 augustus 1988, dat is nu al ongeveer net iets meer dan een half jaar sinds de intifada was begonnen, toen maakte Hamas haar eerste mithaq, zoals ze het noemen in het Arabisch, haar covenant, maakte ze dat bekend. En er wordt altijd gerefereerd hiernaar als de charter. En ik had hier toevallig eentje van gevonden in het Engels. Ik zal de link hiervan zetten in de beschrijving. Dit is een 17 pagina lange charter van Hamas. Maar zoals je al in de introductie kan zien, je kan al zien, al gelijk vanaf de eerste zin die hier werd geschreven, is gelijk ayat uit de Koran. De communicatie van Hamas bracht best wat complicaties met zich mee. Want Hamas communiceerde vanaf dag 1 op een zeer strikt religieuze manier. Extreem. En dan geef ik gelijk een aantal voorbeelden. En ik raad ook echt aan, lees deze covenant. Ik ga inshallah in een andere les veel dieper in op het covenant zelf. Maar hierin zeggen ze, Palestina is een waqf. En wat is een waqf? Een waqf is een trust. Ik weet niet hoe je het zegt in het Nederlands. Zeg maar, iemand weet? Een waqf? Nee, weet niet. In elk geval, een waqf in de islam komt erop neer dat het is niet een eigendom van een persoon. Het is een eigendom van heel de umma. Niemand heeft het recht om Palestina te verkopen. Niemand heeft het recht om een onderdeel van Palestina weg te geven aan iemand. Niemand is daar de baas over. Jij kan, Allah subhanahu wa ta'ala, dus vanuit religieuze opvatting, Allah subhanahu wa ta'ala kan jou de baas maken over een waqf. Hij kan jou de heerschappij geven. Hij kan jou de koningschap geven. Hij kan jou al-mulk geven over een bepaald stuk grond. Maar zoals sultan Abdulhamid II had gezegd, de laatste sultan van het Ottomaanse Rijk, toen Theodor Herzl naar hem toe kwam en hem geld had aangeboden om hem een stukje van Palestina te geven, toen zei hij, Palestina is niet mijn eigendom dat ik jou dat land kan verkopen. Het is de eigendom van de umma. En ik weet dat met wat ik jou nu zeg, dat ik geld afwijs en jullie het voor veel goedkoper kunnen krijgen. Met andere woorden, jullie zullen ervoor kunnen vechten en dan zullen jullie het krijgen van de umma die het zal gaan verraden in plaats van dat ik het jou verkoop voor geld. Maar sultan Abdulhamid, zijn opvatting was extreem religieus ook hierin. En met extreem bedoel ik niet dat iemand een extremist is of wat dan ook, maar wel dat de opvatting puur religieus is. En hierin, als de opvatting al gelijk religieus is, maakt de communicatie naar buiten toe erg lastig. En dat is wat ik eigenlijk aan het zeggen ben. Want wij zijn moslims en wij zijn hiervan overtuigd. Palestina is een waqf. Niemand heeft het recht om Palestina te verkopen. Wie denk je dat je bent? Dat is wel de opvatting. Wij als moslims geloven inderdaad, alle gronden van de islam zijn een waqf voor alle moslims. Is niet voor mij of voor jou, ook al koop ik een stukje grond. Ik mag het niet weggeven aan de vijand dat hij daarmee iets gaat doen wat tegen de moslims in gaat werken. Laat staan dat dit een heilig grondgebied is. Laat staan dat daar onze heilige moskee staat die mensen willen vernietigen. En de mensen willen ontheemden van dat land, hun uit dat land willen halen en hun eigen kolonisten daar willen gaan plaatsen. Dus daar is helemaal geen ruimte voor. Hamas, in haar covenant, maakt eigenlijk een hele duidelijke statement van dat wij zijn ontstaan om Palestina volledig van de rivier tot aan de zee te bevrijden en dit land, sinds het is veroverd, of sinds het is geopend, zoals zij dat hebben gezegd in de covenant, sinds het is geopend door Omar ibn al-Khattab, keer terug naar les 2, sinds het is geopend door Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anh, is dit land voor alle moslims en de islam. En de islam zal terugkeren en de moslims zullen hierover regeren. Nogmaals, wij moslims geloven hierin. En als je het niet leuk vindt, ja prima, dan boeien. I don't care. Maar dit is wel waar wij moslims in geloven. Echter,
De vraag die je zelf zou kunnen gaan afstellen, is dit wel de juiste manier om als politieke beweging in Palestina de strijd aan te gaan met Israël? Om dit in je officiële covenant te gaan plaatsen? Nou, er is een ander probleem en dat is dat iedereen, met name in het Westen, ik zeg iedereen, maar het gaat hier eigenlijk met name in het Westen. Kijk, voor de Arabisch sprekende, het is voor ons eigenlijk heel makkelijk en ook totaal geen probleem als wij in het Arabisch geen onderscheid maken tussen al-Yahud en al-Israëliën en al-Sahayna. Voor ons is het allemaal hetzelfde. We zeggen altijd Yahud, 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 wat dan ook. De Joden. Yahud zijn Joden. Maar als jij deze covenant vertaalt en één keer zeg je Joden, een andere keer zeg je Zionisten, een andere keer zeg je Israëliërs, en je maakt geen onderscheid tussen ze, dan zou je kunnen stellen dat in de lens van de Europeanen, de lens van de witte man, die helaas nu wel de basis is in de wereld, als je dat zou gaan nemen, dan is deze covenant wel best heel erg antisemitisch. Toch? Waarom? Omdat je ervan uitgaat, al vanaf het begin, dat alle Joden per definitie achter Israël staan. Dat alle Joden Zionisten zijn. En dit is foutief. Dit is per definitie fout. Alhamdulillah, wij weten wel beter. Want wij zijn niet zulke mensen. Wij zijn ook hier opgegroeid in Nederland. En iedereen die de protesten ziet hier in Nederland, die ziet ook dat de meerderheid van de demonstranten eigenlijk niet eens moslim zijn. En een goed gedeelte van deze mensen Joden zijn. Dus wat ga je van die mensen zeggen? Zijn dat mensen met een dubbele agenda? Als je zulke dingen gaat claimen, dan vind ik jou ook antisemitisch. Want wat ben je aan het doen? Ik vind het woord antisemitisch wel een beetje raar, maar ik vind je dan anti-Joods. En dit is totaal niet het doel, het beoogde doel, waar Hamas in de werkelijkheid naartoe werkt. Want Hamas is niet Joden wereldwijd aan het aanvallen. Hamas is niet projecten aan het voeren in de wereld om Joden te ondermijnen. Nee, maar Hamas is wel wereldwijd bezig om Zionisme tegen te gaan. Dat is een heel ander iets. Dus in de communicatie is de onderscheid die niet wordt gemaakt tussen Yahud en Sahayna, de Joden en de Zionisten, een zeer problematisch iets. En zo heb je meer dingen meer punten in de covenant. En die gaan we dus nogmaals, inshallah, in de toekomst weer gaan bespreken. Er zijn meerdere punten in het covenant dat de covenant ietsje inflexibel maken, lastig maken om te onderhandelen, bij wijze van, lastig maken om de positie van Hamas te verdedigen. Dat is waar het eigenlijk ook op neerkomt. Waar zorgt dit voor? Dit zorgt er natuurlijk voor dat al binnen de kortste keren dat hun aanslagen niet alleen maar makkelijk te veroordelen zijn omdat het aanslagen zijn, maar ook nog eens dat in het Westen hier een likje verf overheen kan, dat heet antisemitisme en terrorisme en dingen opwekt, herinneringen opwekt van de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust enzovoort, terwijl dit totaal niet het doel is. Want Sheikh Ahmed Yassin zelf, die zegt in een hele duidelijke statement die hij zelf heeft gemaakt, hij zegt, als mijn eigen broer mij uit mijn huis zou verjagen, dan zou ik met hem vechten totdat ik mijn huis terugkrijg. Dan zou ik met hem vechten totdat ik mijn recht weer pak. Yani, het standpunt hierin is extreem duidelijk. Wij vechten niet met ze omdat het Joden zijn. Maar de mensen met wie we vechten zijn Joden. Dat is een beetje de statement die hij maakt. Dus het is problematisch, de manier waarop het wordt verwoord. Echter, ik wil natuurlijk wel gelijk door naar hoe in de realiteit de tweede man van Hamas, Abdelaziz al-Rantisi, hier een aantal punten in heeft gemaakt in een speech die hij deed in 2004, net een aantal maanden voordat hij werd geliquideerd door Israël. Punt nummer 1. Ons land is gekoloniseerd. Punt nummer 2. Er is overduidelijk een onbalans in kracht tussen ons en Israël. Heel duidelijk, tussen de Palestijnen en Israël is gewoon gigantisch. Een wereld van verschil tussen wat onze militaire mogelijkheden zijn en wat de mogelijkheden zijn van Israël. Punt 3. Wij hebben niet de wapens die de vijand heeft, maar wel de vastberadenheid. Dus het is een wapen die wij eigenlijk hebben, toch? Wij hebben niet de fysieke militaire wapens die Israël heeft, maar wij hebben de iman en vastberadenheid, het geloof en de lange adem dat wij door kunnen tot het einde, die Israël niet heeft. Dat is een punt van kracht die de Palestijnen hebben, die de Israëliërs niet hebben. En dan heeft hij bij punt nummer 4, wij vechten tegen Zionisme en daarmee Westers imperialisme. En dus dat is punt 1. En punt 2, dus we vechten tegen twee dingen. We vechten tegen Zionisme en we vechten tegen verdeeldheid van binnenin. En de verdeeldheid onderling, dat zijn de verdeeldheid van de verschillende tegenstrijdige ideologieën van de Palestijnen en ook binnen de Ummah. Want je hebt binnen de Ummah bewegingen die actief bezig zijn om de bevrijding van Palestina überhaupt te belemmeren.
Je hebt vandaag de dag landen die banden normaliseren met Israël. Landen in de regio. Je hebt landen zoals Egypte die het bombardement en de menselijke drama en de humanitaire situaties in Gaza mede mogelijk maken. Dat is Egypte. Als Egypte er niet was, dan had Israël dit niet kunnen doen. Je hebt een land zoals Jordanië, dat raketten van Iran voor hun de lucht uitschiet, enzovoort. En Hamas maakt hier een statement dat ze zeggen, we vechten tegen Zionisme en de verdeeldheid onderling. En deze onderlinge verdeeldheid is zowel binnen de Palestijnen als binnen de Ummah. Dat zijn de twee dingen tegen wie ze vechten. Nou, als ik nu de naam Abdelaziz al-Rantisi weg zou halen, en Palestina en Israël weg zou halen, ik zet hier alleen een neutrale termen neer. Dit had ook Ho Chi Minh kunnen zijn in Vietnam. Dit is elke vrijheidsbeweging die vecht tegen westerse imperialisme. Dit is hoe het eruit ziet. Wij zijn gekoloniseerd. Wij hebben minder wapens dan hun. Dit land is van ons. En wij hebben de vastberadenheid die zij niet hebben. En we vechten tegen onze eigen verdeeldheid. Vietnam was toch ook gedeeld in tweeën? Je had toch ook Zuid-Vietnam dat zich had aangesloten bij de Amerikanen. En de Noord-Vietnam dat bleef vechten tot het einde. Ook al werden ze levend verbrand door de Amerikanen. Yani, elke verzetsbeweging van de 20e eeuw zag er ongeveer hetzelfde uit als dit. Deze punten, dit is een stuk duidelijker. In de realiteit zie je dat Hamas nooit had gerefereerd naar haar covenant van 1988. Haar covenant van 1988 was iets wat was geschreven, zoals Khaled Mishaal zelf zegt, een van de leiders van Hamas nu. Die zegt, het was geschreven in een haastige manier. Want we moesten nu wel extra duidelijk maken in de breedste zin, waar staat Hamas eigenlijk voor? En dit was allemaal gedaan tijdens de intifada. De intifada was pas minder dan een jaar bezig. En de Palestijnen, of de Hamas, moest duidelijk maken waar ze precies voor stonden. Nou, dit was dus een speech in 2004. Ik wil nog wel even het goede nieuws erbij vertellen. Hamas heeft haar covenant geüpdate in 2017. En die ziet er heel anders uit. En die ga ik inshallah dus ook weer in een andere sessie volledig in detail even behandelen inshallah. Zodat we echt alle punten van 1988 en 2017 goed onder de loep kunnen nemen. En weten waar Hamas precies voor heeft gestaan en waar ze nu ook voor staan. En ze zeggen ook, wij gaan het covenant van 1988 niet ontkennen. Het is onderdeel van de geschiedenis. Het staat er als de record die er is. Dat is hoe wij hebben gehandeld toen. En als het van iets oogt, oogt het in mijn opinie van politieke volwassenheid. Een beweging die groeit met de tijd mee, ziet wat de situatie is, begrijpt hoe zij moeten omgaan met de situaties in de wereld. En de enige die hier echt een probleem mee zou hebben, is iemand die Hamas vanaf het begin wilt labelen als een terroristische organisatie waar niet mee valt te praten. Nou, Hamas bleef voor een lange tijd, en tot de dag van vandaag eigenlijk nog steeds, blijft nog steeds ontkennen en ook duidelijk maken dat haar militaire tak en haar politieke tak los van elkaar staan. En dit was in heel veel tijden heel lastig, want de lijnen waren niet echt heel duidelijk. Wie is er nou verantwoordelijk voor de militaire en wie is er nou verantwoordelijk voor de politieke tak? In heel veel gevallen kon Hamas aantonen, door op een hele moeilijke en lastige manier, dat de militaire tak en de politieke tak los van elkaar waren, door bijvoorbeeld dat als de politieke leiderschap gevangen werd genomen, de militaire acties door bleven gaan. Maar als er misschien één duidelijk bewijs zou zijn, dan was dat wel het meest recente, en dat is 7 oktober. De politieke leiderschap van Hamas wist niet dat 7 oktober de datum was. Ze wisten dat er iets zou gaan gebeuren. Maar alleen de militaire tak was op de hoogte van wat er zou gaan gebeuren. En oh, nog een keer. Ja, het klonk belangrijk. Het is ook belangrijk. Goed zo. Nou, nog een keer. De politieke tak van Hamas was niet volledig op de hoogte van alle details die zouden plaatsvinden op 7 oktober. Ze wisten niet eens wat de datum zou zijn. De militaire tak van Hamas, Al-Qassam, zij waren degene die alles hadden gepland tot aan de details en hun leiderschap was op de hoogte van alles. De politieke leiderschap daarentegen is ook verdeeld in enkele fracties, waaronder de leiderschap in Gaza en de leiderschap in het buitenland. De leiderschap in het buitenland was helemaal verrast door wat er gebeurde. Ze wisten van iets, maar ze wisten van niets. Dat is een beetje hoe het ging. Dus er bestaat wel degelijk een onderscheid tussen de politieke tak van Hamas en de militaire tak van hun. En dat zijn de Al-Qassam Brigades. Duidelijk? Yes. Mooi zo. Oké. Nou, de aanpak van Hamas. En ik zal hier moet ik even mijn excuus voor aanbieden.
is niet goed blijven hangen in mijn hoofd, de stof van deze punten. Maar ik zal even eroverheen gaan van wat ik nog goed kan herinneren. Nou, Hamas heeft een aantal punten die voor hun heel erg belangrijk zijn. En zodat wij hun aanpak ook heel goed kunnen gaan begrijpen. Allereerst het islamitische principe van al-hudna. Al-hudna is een wapenstilstand. In de islam, en dit is een islamitische concept die we heel goed moeten begrijpen. In de islam is het niet toegestaan. En dit moet ik zo heel goed mogelijk nuanceren. En jullie zijn me nog een duidelijkere uitleg hiervan verschuldigd. Maar ik zal het even heel kort zeggen. In de islam is het niet toegestaan om een permanente wapenstilstand te hebben met mensen die vijandig zijn tegen de islam. Nogmaals, het is niet toegestaan in de islam, het is een islamitisch concept, niet toegestaan om een permanente wapenstilstand te hebben met mensen die vijandig zijn ten opzichte van de islam. Er zijn mensen die zich vijandig opstellen tegen de islam. Hun project is een anti-islamitisch project. Hun project is gebaseerd op het uitroeien van moslims, het vermoorden van moslims. Zoals bijvoorbeeld de kofar van Mekka in de tijd van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hun bestaan sinds dat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in Medina was gewoon het uitroeien van de moslims. Er bestaat niet een concept waarin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam een permanente wapenstilstand met deze mensen aan kon gaan. Nee, er moest altijd een wapenstilstand zijn van een bepaalde tijd. Nooit van onbepaalde tijd. Dus er moet altijd iets zijn van bepaalde tijd. En dit is iets wat Hamas in haar charter heeft opgenomen, in haar covenant heeft opgenomen. En het maakt het dus inflexibel. Dit is iets waardoor bijvoorbeeld Hamas keihard botst met de PLO en met Fatah. Wij kunnen niet accepteren dat er een permanente wapenstilstand ontstaat tussen Israël en de Palestijnen. En waarom? Niet omdat het Joden zijn. En hier komt de nuance. Hamas en tegenwoordig alle Palestijnse fracties, met uitzondering van de Palestijnse autoriteit, die geloven dat de enige oplossing het bevrijden en decoloniseren van het volledige Palestijnse grondgebied is en het reinigen van dat land van Zionisme en niet van Joden. Joden moeten welkom blijven in dat land en mogen Joods blijven in Palestina, maar niet Zionisme. Want Zionisme heeft aangetoond in de afgelopen 100 jaar dat het een anti-islamitisch, anti-Arabisch project is. Het is een project en een ideologie die werkt tegen het bestaan van die mensen in de regio. Het is het enige land dat naast Nazi-Duitsland in de 20e eeuw Al-Habur heeft aangevallen. Het is het enige land, zoals de Israëliërs zelf zeggen, op hun eigen kanaal I24, zeiden ze zelf, er is geen enkele Arabische hoofdstad die slaapt zonder onze ogen die daar zijn. Ze bespioneren alle Arabische en islamitische landen. Ze zijn aanwezig in alle hoeken van de islamitische wereld en ondermijnen een islamitische vereniging en een islamitisch, überhaupt alles wat islamitisch is. Het is de enige belichaming van het westerse kolonialisme dat nog steeds bestaat in de wereld. Kolonialisme is voorbij, behalve Israël. Israël is het laatste koloniale project van het Westen dat alle projecten van het verenigen van moslims tegenwerkt. En je mag je eigen mening hebben over wat voor manier jij vindt dat moslims vooruit moeten en wat niet enzovoort. Maar Israël is niet een project dat hier hand in hand mee in kan gaan. Dus dat is een van de punten waar Hamas in gelooft. Hudna. Hudna is een wapenstilstand van bepaalde tijd. En dan de menselijke bom. En dit is een tactiek die Hamas heeft gebruikt, die tot de dag van vandaag, echt waar, geloof mij, elk artikel die je zou lezen in het Engels of Nederlands of welk westerse taal dan ook, dat voornamelijk is geschreven door een westerse auteur, en dat zeg ik door mijn eigen frustratie van de afgelopen 7 dagen dat ik hierover aan het lezen was, ze begrijpen het gewoon niet. Ze begrijpen het gewoon echt niet. En subhanallah, het was een verademing om enkele Palestijnse academici hierover te gaan lezen, zoals dokter Azam Tamimi. En ik raad hem heel erg aan. Palestijnse, Britse academicus die een hele lange artikel hierover heeft geschreven. De menselijke bom is iets wat ontzettend onbegrepen is gebleven in het verstand van de Israëliër, maar ook in heel het Westen. En het probleem hierin was het volgende. Het is dat de Palestijnen tot de conclusie zijn gekomen dat een van de meest effectieve manieren van het bevechten van de Israëliërs
is dat al-fida'iyin, en al-fida'i is iemand die zichzelf opoffert, zichzelf laat exploderen. Yani, bijvoorbeeld, dat kan zijn dat hij in een auto gaat zitten en die auto vol maakt met explosieven en dan naar een markt toe rijdt of naar Israëliërs toe rijdt of naar een busstation of wat dan ook, of naar soldaten en de auto laat exploderen. Of, wat misschien nog erger is, is dat mensen bomvestigingen aandoen en dat ze gingen rennen naar verschillende plaatsen toe waar heel veel Israëliërs waren en dat lieten exploderen. Nou, deze tactiek, allereerst, is allereerst gebruikt niet door Hamas, maar door de Sjiïten. De Sjiïten zijn de eerste die hiermee zijn begonnen. En met name, de meest effectieve Sjiïten die hiermee bezig waren, waren Hezbollah in Libanon. We hadden gezegd dat Libanon in 1982 werd gedeeld van Libanon. Zuid-Libanon werd gekoloniseerd, ook bezet door Israël, tot en met 2006. Binnenkort gaan we daarover hebben, inshallah. En Hezbollah gebruikte deze tactiek en het was extreem effectief, om het maar zo te zeggen. Want het schrikt de Israëliër heel erg af, dat één. Het vermoordt ontzettend veel mensen. En de kost daarvan is telkens maar één Palestijn of Libanees of wat dan ook. En heel wat Israëliërs. Maar hoe moreel verantwoordelijk is dit? Hoe kan je dit recht praten? En dat was de grootste vraagstuk die er hier gold. Maar het probleem is, en niet een probleem, maar de situatie was dat er meerdere onderzoeken werden gedaan, onder andere door FAVO, waar ik het vorige les over had, een Noorse onderzoeksbureau, die in Gaza en in de Westbank bleef vragen aan de mensen, wat vinden jullie van deze mensen die zichzelf laten exploderen? Nooit was het aantal mensen dat dit afkeurde meer dan 50%. Het was altijd minimaal 50% van de bevolking die het goedkeurde. Omdat het extreem effectief was. En de Palestijnen, als iemand zichzelf had opgeofferd, dan zou heel de familie vieren dat een van hun kinderen een shahid was, een martelaar was. En om het verhaal nog gekker te maken, de leiderschap van Hamas werd onder druk gezet door hun vrouwen. Want ze zeiden, waarom zijn de mensen die zichzelf exploderen 100% mannen? Wij willen ook. En dit is echt een anekdote die ik had gelezen van Azam Tamimi. En hij zegt hierin dat de vrouwen de militaire leiderschap van Hamas onder druk zetten. En ja, feminisme werkt anders bij de Palestijnen. Ze zeggen, ja, wij willen ook. Letterlijk, van wat jullie kunnen, kunnen wij ook. En waarom niet? En subhanallah, gek genoeg, was de vrouwelijke bom nog effectiever dan die van de mannen. Waarom? Want bij de mannen, subhanallah, ze konden ze op een of andere manier zien aankomen. Bij de vrouwen niet. Met name natuurlijk als een hoofddoek draagt die heel lang is enzovoort. Maar je moet je voorstellen, de Palestijnse vrouwen, trouwens, de eerste Palestijnse vrouwen die zichzelf gingen exploderen, waren niet van Hamas. Dat waren onder andere christelijke Palestijnse vrouwen die zichzelf explodeerden. En het kwam tot aan dat er heel wat Palestijnse vrouwen dit aan het doen waren. En toen de vrouwen van Hamas ook zeiden, wij willen ook. Waarom zijn wij de enigen die het niet doen? En Hamas had hier eigenlijk gewoon een kleine Hushuma-probleem. We gaan toch niet onze vrouwen sturen deze kant op? Dus het was heel erg, en dat meen ik echt, het was echt een cultureel probleem, dat ze vonden dat een gelovige vrouw dit niet hoorde te doen. Maar op een gegeven moment, onder druk van deze vrouwen zelf, dat zij de druk zo hoog opvoerden, je zou zeggen, wat voor manier van druk, ze zeiden van, we sluiten ons aan bij Fetah, of we sluiten ons aan bij een concurrerende organisatie, en we gaan het bij andere organisaties doen, enzovoort. En dan dacht de leiderschap van, ja, als we ze toch niet kunnen tegenhouden, dan doen ze het maar. Want Hamas schaamde zich niet per se van deze tactieken. Deze tactiek zelf was een hele lastige. Want deze tactiek was aan de ene kant zeer effectief, maar aan de andere kant zeer discutabel. En het Westen tot de dag van vandaag, als je een of andere artikel zal lezen van Elsevier, dan zul je ze vertellen van dat dit een soort wanhoop was van de Palestijnen. Maar niks is minder waar. De Palestijnen waren niet wanhopig. Dat is niet waarom ze het deden. Ook al is wanhoop wel een thema die je zou kunnen bespreken van de Palestijnen. Degene die zich verdronken voelt. Dus niet bang om nat te worden. De Palestijnen die zagen de effectiviteit hiervan in. En begrepen en hebben natuurlijk een beginsel die de Israëliërs en de Westelingen überhaupt niet heeft. En dat is dat je jezelf opoffert voor een doel dat groter is dan jezelf. En subhanallah, dit is nogmaals niet alleen een islamitisch perspectief. Ik had het net over Vietnam. En zelfs een persoon waar ik totaal geen fan van ben, Che Guevara, die zegt,
als jij niet iets hebt waarvoor jij dood kan gaan, dan is, jouw leven niet waard om te leven. Yani, zelfs Che Guevara, en ik ben echt totaal geen fan van die gast, maar ja, Che Guevara is de Cubaanse vrijheidsstrijder. Je ziet dat alle vrijheidsstrijders die vochten tegen westerse imperialisme hadden een soort gelijke manier van denken hierin. Van, je vecht voor iets, of je bent bereid om ergens voor te sterven. En dat maakt jouw leven veel meer waard dan degene die bang is om dood te gaan. Subhanallah, yani, kan je je voorstellen, en zelfs Allah subhanahu wa ta'ala, als we dit ook een beetje religieus kunnen maken, die beschrijft enkele volkeren ook, en hij zegt, يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب لو يعمر. Hij zegt, Allah subhanahu wa ta'ala zegt over enkele mensen, hij beschrijft ze wensen dat ze 1000 jaar oud zouden kunnen worden, dat ze 1000 jaren zouden kunnen vullen, denkende dat dit hun gaat redden. Maar dit zal hun niet gaan redden van het vuur. Allah zegt, ولتجدنهم أشد أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا. Je zult vinden dat deze mensen de meest vastberaden zijn voor leven. Hayat, zegt Allah. Leven. Welk leven dan ook. Ook al is het een zielig, miserabel leven. Ze willen liever miserabel leven dan doodgaan. Enkele volkeren. En ja, we zijn nobele mensen. We gaan liever dood dan dat wij miserabel leven. Dat is het verschil in denken hierin. Nou, ik zal dit thema nog verder uitwerken, wat de menselijke bom betreft, want er is ontzettend veel over geschreven en daar moeten we echt over gaan praten, want er zijn een serie van dingen die zijn gebeurd, maar ik zal het allemaal inshallah proppen in één les. En dan heb je het tahdi'a, en het tahdi'a is de kortere vorm van al-hudna. Al-hudna is een wapenstelsel, dat hebben we gezegd, en het tahdi'a is kalmeren van de situaties. En Hamas, die heeft meerdere malen in de jaren 90, begin 2000 enzovoort, vaker aan Israël aangeboden aan iets wat heet het tahdi'a. Het tahdi'a houdt dus in dat wij gaan deescaleren, dat is het juiste woord. Deescalatie van onze operaties. Om elkaar minder vaak in de weg te gaan staan. We zijn bereid dat te gaan doen. Willen jullie dat wij onze bombardementen verminderen, dan doen wij dit en dit enzovoort. Dus dan willen ze deals gaan sluiten met het tahdi'a. Dat is onderdeel van aanpak van Hamas. En het gedoe van wat na de hudna, hoe moet Hamas verder nadat deze wapenstilstand van bepaalde tijd voorbij is, daar gaan we inshallah de volgende keer als we over Hamas gaan praten, gaan we het daar bij de over hebben. Het enige wat ik nog wil gaan vermelden is het volgende. Het zou kunnen zijn dat je video's online bent tegengekomen of artikelen hebt gelezen die jou vertellen dat Israël degene is die Hamas heeft opgericht. Om ze te gebruiken als een counter tegen de Fatah en de PLO. Nou, ik heb jullie meegenomen in de geschiedenis van de 20e eeuw. En ik heb jullie laten zien waarin de piek van de PLO was. En wanneer ze achteruit begonnen te gaan. En ik heb jullie verteld, welk jaar gingen ze naar Tunis? Dat was in 1982. 1982 vertrokken ze vanuit Libanon naar Tunis. Op dat moment hadden ze geen wapens meer. Werden ze extreem afgezwakt. En tussen 1982 en 1991... was de PLO bijna verdwenen op de achtergrond. Wanneer was Hamas uit de grond gekomen? In 1987. Nou, hoe had Israël Hamas dus opgericht als een counterbalance tegen de Fatah en de PLO? Het is totaal niet logisch voor degene die dat claimt. Nee, in feite, dit is een claim dat zelf door de Israëliërs is bedacht om Hamas in discrediet te brengen bij haar islamitische volgelingen. Om de mensen die en sympathisanten moet ik eigenlijk zeggen. Mensen die buiten Palestina zijn en kijken naar Hamas en haar zien als een goede organisatie. Israël is degene die deze fake news verspreidt en zegt dat zij Hamas hebben gefinancierd en zij Hamas groot hebben gemaakt en zij Hamas hebben opgericht om hen als een counterbalance te gebruiken. En ik vind het heel jammer dat er enkele journalisten zijn die best wel van status zijn, zoals bijvoorbeeld Mehdi Hassan. Hij is wel heel erg seculier, maar hij gebruikt dat ook tegen de Israëlische politici en zegt, jullie hebben Hamas groot gemaakt enzovoort. En Hamas en de Israëliërs zijn extreem slim en ze vangen die klap gewoon. Dat ja, wij hebben Hamas groot gemaakt, dat was een fout van ons. Maar dat hebben ze niet gedaan. Er is geen enkel bewijs van dat Israël Hamas heeft opgericht en groot gemaakt. Hamas en de moslimbroederschap is ouder dan Israël. Dus, kom praten, wat dat betreft. In elk geval, de oprichting van Hamas en het naar buiten komen van deze organisatie en hoe ze hebben gevochten en wat ze allemaal hebben gedaan,
tot aan 7 oktober bij Innerlijk Talen. We zullen zoveel mogelijk details en met name ook wat ik heel graag wil behandelen, zijn de namen, de grote mannen van Hamas, die, waarvan onderdeel al is overleden, of vermoord eigenlijk moet ik zeggen, en onderdeel nog steeds in de schaduwen en in de tunnels de strijd aan het voeren is. Ik wil uitvoerig deze namen behandelen, samen met de charter die we hebben genoemd en ook de update in 2017. Die zullen we inshallah in een andere les gaan behandelen. En ik zal het voor vandaag hierbij houden. Ik ben extreem lang doorgegaan, had ik even niet door. En dan zal ik het inshallah hierbij houden. Zie ik jullie bij Innerlijk Ta'ala volgende week. Subhanak Allahumma bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.